Als je kijkt naar de video van, ik kom steeds niet verder. En dat ik er dus ook van uitga dat jij waarschijnlijk op dit moment een probleem ervaart, waar je niet verder mee komt. Of dat je misschien wel een doel voor jezelf hebt vastgesteld, alleen het lukt steeds te laat niet om dat te bereiken. Dus laten we vooral nu in deze video gaan kijken hoe je dat nou het beste toch wel kan doen. Nou, ik heb het als volgt neergezet op het bord, waarbij je het een soort weegschaal ziet. Waarbij je 1 en 2 nou, trek je van elkaar af en 3 en 4 trek je van elkaar af. Nou, ik snap dat het nu misschien nog een beetje vaag eruit ziet. Maar laten we een heel simpel voorbeeld erbij pakken, zoals bijvoorbeeld roken. Waarbij je dus ziet van oké, je rookt omdat het een heel fijn gevoel geeft. Maar de negatieve uitkomst is dat je inderdaad heel gezond leeft. Dus mag je daar graag mee willen stoppen? Dan geeft dus inderdaad je een positieve uitkomst, dat je gezonder gaat leven. Alleen, je krijgt inderdaad last van ontwenningsverschijnselen. En wat je dus ziet is inderdaad dat het positieve gevoel zorgt er erg voor dat je mee door blijft gaan. En een negatieve gevoel zorgt er erg voor dat je ergens mee wil stoppen. En wat je dan inderdaad wel jou motiveert natuurlijk, is dat je waarschijnlijk, als je ergens mee door blijft gaan, met iets wat bij jou niet werkt, dan blijf je dat die negatieve uitkomst behouden. Terwijl als je juist die positieve uitkomst wil hebben, ja, dan moet je natuurlijk eens aan de slag gaan. Dus nu ook, zoals ik al zei, ik ga ervan uit als je deze video kijkt, dat waarschijnlijk op dit moment iets in jouw leven plaatsvindt, dat wel graag wil bereiken, maar het lukt gewoon steeds niet. Dus laten we samen een leuke oefening gaan doen, waarbij ik het dus ook wil vragen om pen en papier erbij te pakken. En schrijf ze voor jezelf op, bij 1 en 2, wat nou eigenlijk het positieve gevoel is en die negatieve uitkomst. Vervolgens schrijf je bij 3 en 4 op, wat inderdaad dus de positieve uitkomst zou kunnen zijn en welk negatieve gevoel jij ervaart op het moment dat je ergens mee wil beginnen. Goed, als nu dus heb je dus op het papier staan 1, 2, 3 en 4 en bij als een zin over wat er ongeveer bij jou plaatsvindt, dan wil ik je vragen om daar getal bij neer te zetten en vervolgens dus naar de rekensom te gaan maken van 1 min 2 en 3 min 4. Nou, als het goed is op dit moment, zou je dus merken dat waarschijnlijk 1 en 2, dat waarschijnlijk een hoger getal is en dus ook zwaarder weegt dan 3 en 4. Dat is natuurlijk ook de reden waarschijnlijk waarom je steeds weer terugvalt in dat probleem. Dan de volgende stap is om te kijken van, hey, hoe kan ik 3 en 4 zwaarder maken? Of hoe kan ik juist 1 en 2 juist lichter maken? Je zal merken als dat eenmaal lukt, dan voel je opeens veel meer de motivatie, dus ook veel meer de kracht, om ook inderdaad echt een mooie verandering te gaan maken. Dus kijk daar eens naar, probeer het eens, en ik ben echt heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Vind jij deze video heel waardevol en lijkt je leuk om in de toekomst nog meer video's te ontvangen? Abonneer je dan zeker voor mijn YouTube kanaal. En mag het helaas zo zijn dat deze video net niet voldoende was? Dan kan je kijken bij een aanbieding die ik onderaan bij de beschrijving heb neergezet, die je verder stuurt naar de pagina op mijn website, waarbij ik je nog veel meer kan aanbieden om jou verder te helpen met dit probleem.